De laatste maandag van augustus. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Oosttribune met Jan van Sta. Dag Bert. En ik ben blij dat Tijmen er niet is, want ik zit mooi tegenover Younes Namli. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de lach op je gezicht, hè? 3 punten gisteren tegen Utrecht. Ja. Was dat ook het mooiste moment van het afgelopen weekend? Ja, zeker, zeker. Dus iedereen is natuurlijk daar blij mee. Was thuis. Dus mooi voor de supporters, mooi voor iedereen. Dus hopelijk kunnen we de lijn doortrekken. Jan, was de zege verdiend van PEC? Ja, die hadden echt de wil om te winnen. En dat verschil, kijk, ik denk dat de selectie van Utrecht, komen straks wel op, die hebben wat meer kwaliteit als ze allemaal in vorm zijn. Nou, dat zijn ze niet. Maar Zwolle had wel het belang van deze wedstrijd in de gaten. En die hebben ook dik verdiend gewonnen, klaar. Wat is jouw moment? Nou, even uit Femke Bol. Even uitstapje. Normaal doe ik een voetbalmoment. Voor jou, hè? Speciaal voor jou. Kan ik ook zeggen, die Azarkan die had rood moeten hebben. Nee, maar daar heb ik even van genoten. Van dat laatste stukje sprinten, dat ik toch nog even iemand, een topsporter eruit haal. Ja, dat vond ik echt geweldig. Ja, Tijmen van Wissing heeft zich ook wel als een topsporter gedragen gisteren. Hè? Oh, wat had hij? Halen oefenwedstrijdje. Rood? Allemaal appjes. Ze hebben verloren met 5-3. Ja. Maar ik kreeg appjes in de trend van, hij kan geen last hebben van zijn benen, maar wel met zijn mond. Ja, nee, maar hij moet ook stoppen met dat eerste elftallen. Hij moet gewoon stoppen, met de vriendenploeg. Hij is even een paar dagen weg. Younes Namli, ik was verrast dat hij bij PEC Zwolle tekende. Jij, Jan? Ja. Nou, verrast. Ja. Hij wil graag voetballen. Ja, natuurlijk. Nee, joh, maar dat hij weer terug is daar. Ja, nee, maar ik zit te kijken, hè, want ik heb er natuurlijk een beetje in verdiept. En dan zit ik te kijken naar zijn kwaliteiten. Maar dat wil ik ook wel zo van hem. Zijn positie, wat zijn beste positie? Want nu speelt hij een beetje hangend op rechts, met een wat vrijere rol. Maar achter de spitsen, gewoon als een nummer 10, dan denk ik toch, ja, daar heeft hij nog meer klasse. Of zit ik te ver naast? Deze vraag krijg ik heel vaak. Ja, op je Wikipedia staat aanvallende middenvelder. Ja, ik heb natuurlijk in mijn verleden bij Zwolle ook op middenveld en als... Net als in de rol waar ik tegen Utrecht speelde. Dus het bevalt mij beide posities van. Maar goed, het gaat er meer om wat de intentie van het team is. Kijk, als wij gewoon goed aan het voetballen zijn, dan kom ik ook beter tot mijn recht. En dan kan het vanaf rechts kan ik naar binnen trekken. Een beetje in de aanvallende middenvelderpositie uiteindelijk terechtkomen. En als aanvallende middenvelder ben je misschien... Ben je misschien wat meer statisch wat dat betreft. Dus, ik wil hem graag aan de bal hebben. Ja, eerder aan de bal. Eerder aan de bal. Want in het begin van de wedstrijd ook weer, gaf hij ook weer een paar van die steekballen. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, dank je. Nee, maar ik zit te kijken naar type speler. En hij heeft een beetje wat Hakim Ziyech ook heeft. Dat vullen ze dan ook een beetje in vanaf die rechterkant. Hè. Natuurlijk, Deens Marokkaans, je kent het allemaal wel. Maar zo'n type speler is het ook. Maar hij heeft dat oog voor de tussendoorspelen. En dat vind ik als spits, zou ik ook lekker vinden. Als ik iemand achter me heb staan die in ieder geval dat in kan vullen. Nu ben je vaak afhankelijk. Komt die bal wel? Moet die weer naar binnen trekken? Dan moeten weer die van Polen eroverheen komen. Ja, maar ik wil hem graag aan de bal hebben. En als hij aan de bal is, dan gebeurt er wat waar je van denkt als voetballiefhebber. Ja, dan kan er zomaar zo'n splijtende paas komen. Dus aan de buitenkant ben je vaak wat toch beperkter. En dan gaat hij zwerven. Nou ja, dan is dat wat lastiger. Maar ik vind, om naar zijn spel te kijken, hij heeft dat extra. Ja, ik was echt verrast dat je weer bij Zwolle tekende. Want je hebt best wel een goede periode gehad bij Sparta. Ik denk, nou, hij blijft bij Sparta of kiest een andere club. Waarom ben je ineens weer bij PEC Zwolle uitgekomen? Dat hebben ze overigens knap gedaan om jou binnen te halen. Nou ja, er zijn eigenlijk meerdere redenen daarvoor. Eind van het afgelopen seizoen, toen ga je natuurlijk kijken van oké, je contract loopt af. Ik heb een paar gesprekken gehad met Sparta. En ik heb toen al aangegeven dat ik eigenlijk de ambitie had om naar buitenland te gaan. En dat was ook mijn ambitie op dat moment. Alleen eind vorig seizoen werd ik dan vader tijdens de play-off periode. En dan ga je naar zo'n kleine kijken en dan ga je dan lopen twijfelen van is het waard om... om 3, 4, 5, misschien 6 maanden weg te gaan. En uiteindelijk was het voor mij niet waard. En tegelijkertijd nam Zwolle al best vroeg contact met mij op.
En ja, die liet zien dat ze dat heel graag wilde, dat ze mij heel graag terug wilde. En dan kom je, ja, heb ik een hele goede periode gehad, mijn vorige periode bij de club. Ik heb een hele goede band met die supporters, met de staf, met iedereen die eigenlijk voor Zwolle zijn. Dus dan ga ik nadenken en dan denk ik, ja, als ik toch wel in Nederland blijf, dan doe ik het graag bij een club waar ik veel liefde voor heb. En dat is Zwolle. Jan, begrijp je dat? Tuurlijk. Ja, maar goed, hij zit in een fase. Hij is ook geen 18 meer. Het avontuur. Hij is nu 29. Dus ja, wat dat betreft, je moet spelen bij een club waar je het gevoel hebt van, daar kan ik wat toevoegen. Daar heb ik een goede periode gehad. En hij heeft dat extra. Dus ik denk als de club ook blij moet zijn, hebben ze slim gedaan om hem binnen te harken. Even nog naar de wedstrijd van gisteren. Ja. Beide ploegen 0 punten, dat was wel te zien, hè? Nou, ik wou eigenlijk in de rust de hond uit gaan laten. Ik denk, want het is helemaal niks. Nee joh, dat gebeurde helemaal niks. Ja, tot dit moment is natuurlijk... Ja, maar dat zijn... Flamengo, ja, die maakt toch een overtreding. Tuurlijk, het vasthouden. Die is alleen maar bezig met ondersteboven kegelen. Ja, goed, en dan breekt zo'n wedstrijd. Die laatste fase wordt dan wat leuker. Maar er gebeurde... Ja, beide ploegen die hebben het gewoon nog niet echt top qua punten. Dat is gewoon zo. En dat zie je aan de spelers terug. En ze proberen, ze doen het best wel. Maar echt de grote vorm en de vele kansen, die waren er gewoon niet gisteren. Nou, dat heeft ook met Utrecht te maken. Maar ja, dit is weer prima ingeschoten, hè. Dus belangrijk moment. En coole kikker. Geen van Polen meer achter de strafschop. Nee, hè? Geen van Polen meer. Nee, maar als je spits bent, dan vind ik ook dat... Ja, nee, maar hij, tegen Twente maakte hij ook al een belangrijke zo'n strafschop. Ik denk, hij schiet hem misschien nog in de andere hoek, maar koos toch weer voor dezelfde hoek. Nee, maar dit is een geweldig moment, toch? En daarna werd het eigenlijk... Ja, dat had ook te maken met... Het publiek ging meedoen. Het ging regenen. En de ballen werden de tribune ingeschoten. Ik denk niet dat hij veel ballen gehad meer aan het eind, hè? Nee, klopt. Nee. Ik denk, die kersen die schieten al die ballen zo de parkeerplaats op. Daar kreeg je applaus voor, hè, ook. Ja, maar terecht. Want de punten, het gaat om de punten. Ja, ja. Nee, maar de ontlading is geweldig. Maar het was toch gewoon... Kijk, de wedstrijd op zich, als je belangen hebt, dan beleef je het anders. Wij zitten naar het kijkspel te kijken. Naar de eerste helft kan je gewoon wegschuiven, joh. Daar hoef je helemaal niet naar te kijken. Je mist niks. Samenvatting kan je gewoon beginnen tegen het eind van de wedstrijd. Maar de belangen zijn zo groot. Nou, dat voel je al. En de belangen de komend weekend, die zijn misschien nog wel groter. Ja, voor hun. Maar hoe heb jij zelf deze wedstrijd ervaren? Eindelijk 3 punten. Was er sprake van druk bij Zwolle na 2 wedstrijden? Nee, toch? Of wel? Nee, druk. Ja, ik denk dat druk een beetje bij onszelf ligt. Je wilt natuurlijk gewoon goed beginnen aan het seizoen. Iedereen weet dat het begin van het seizoen dat een heel belangrijke fase is. Dat je gewoon goed begint en dat je in een flow komt waar je zelfvertrouwen kunt opbouwen. Vooral, ik denk bij ons, een aantal nieuwe spelers. We speelden weer voor het eerst een 4-3-3 systeem tegen Utrecht. Gelukkig, zeg ik. Die gaven zoveel ruimte weg achter de rug met 5 achterop. Nou ja, ik vond het ook prettig. Ja. Dus ja, het is maar natuurlijk voor zo'n wedstrijd zijn er veel vraagtekens. Ik denk dat er weinig mensen verwachten dat wij van Utrecht winnen. Van de buitenkant, zeg maar. Dat is gewoon voor ons heel prettig. En voor mij het is altijd leuk om van jullie te horen hoe jullie zo'n wedstrijd beleven. Of hoe jullie naar zo'n wedstrijd kijken. Want op het veld voelt het heel anders dan... En hoe voelde het op het veld dan? Ja, ik had het gevoel... In het eerste helft had ik een heel goed gevoel. Ik denk dat wij de wedstrijd controleerden. Ik denk dat wij heel veel balbezit hadden. Ik denk, het klopt, er waren niet echt grote kansen. Maar ik denk dat aan onszelf lag. Ja, ik denk dat wij door de eerste en tweede fase van het veld goed doorheen komen. Komen tot de laatste fase van het veld. En dan de laatste paas of de laatste voorzet. Die ging dan mis. Waardoor het niet echt een grote kans werd. Maar goed, uiteindelijk pak je 3 punten tegen Utrecht. Moet je gewoon blij zijn. Ja, waar heeft dat mee te maken dat de laatste fase niet goed gaat? Heeft dat te maken met vorm, Jan? Heb jij het ook zo ervaren wat Younes zegt? Ja, maar kijk, ik begrijp zijn situatie. Hè. Kijk, balbezit spelen, ze waren rustig aan de bal. Ze waren optisch ook beter. Utrecht heeft eigenlijk helemaal geen kansen gehad. 1 keer een schotje wat aan de zijkant langs ging. Van Bosel kwam volgens mij een schot. Ja. Maar Van den Berg schoot een keer net naast de kruising bij jullie. Klopt. Het werd ook van afstand. Maar goed, hij gaf dan ook nog een aantal van die steekballen. Dan moet het net op maat zijn. De mensen moeten net precies in de loop zijn. En de ruimtes zijn dan relatief klein. Want dat zal hij ook ervaren. Er is weinig ruimte. Hun waren gewoon de bovenliggende.
liggende partij, dat is duidelijk. Alleen, ja, de echte grote kansen, daarom zeg ik ook, je kijkt niet als voetballer, wij kijken ook als voetballer, maar normaal gesproken, als je voor de televisie zit, dan zit je te wachten op kansen. Dan zit je de voorzetten, het inlopen, de schieten, van hectische situaties, maar die gebeuren gewoon te weinig. Ja. Dat heeft met elkaar te maken. Maar de tweede helft, toen het doelpunt viel, dan gebeurt er in één keer wel, Utrecht had wat opportunistische spelen, de countermogelijkheden voor jullie waren ook redelijk aanwezig. Ja, maar het belang, ik verplaats me dan, het belang is zo groot geworden. Hun moeten winnen. Utrecht die moet ook een punt pakken. Dus dan zit je echt op het puntje van je stoel. En gaat het goed, gaat het niet goed? Dat spanningsveld was er de eerste helft gewoon vele malen minder. Nou ja, hij traint de hele week om het resultaat neer te zetten. Dus ik kan me de blijdschap er wel voorstellen. Maar tuurlijk. Ben je een goed koppeltje met Druif? Kun je elkaar makkelijk vinden al? Of heeft dat nog wat afstemming nodig? Nou, natuurlijk. Ik denk ook wat jullie nu aangeven, dat heeft ook heel veel met de automatismes te maken. Kijk, ik ben een beetje laat gekomen. Ik heb eigenlijk maar geen ene oefenwedstrijd 90 minuten kunnen spelen. Ik heb 1,45 minuten, 1,70 minuten. Dus ja, die automatisme zit er niet top in. Dat zie je ook in de laatste fase. De timing met de voorzet, met de loopacties, wat u net aangaf. Dat heeft even tijd nodig. Dan moet je even een aantal wedstrijden met elkaar spelen voordat je elkaar heel goed leert kennen. Maar Ferdi is gewoon een hele sterke spits. En hij heeft echt kwaliteiten waar ik heel goed mee kan werken, zeg maar. Dus ik heb wel een goed gevoel met Ferdi. Hij zou er ook wel achter kunnen spelen, hè? Ja, nou ja, goed. Daar zie je hem ook het liefst, hè? Ja, omdat ik dit soort spelers aan de bal en de openingen ziet en steekballen geven. En goed, hij heeft dan een passeerbeweging, een kapbeweging. Ja, het naar binnen komen. Dat vind ik wel geinig om zeg maar daarna te kijken. Maar het gaat uiteindelijk om het resultaat waar hij het beste functioneert voor het team. Nou, als hij vanaf rechts kan komen in een vrije rol, is het ook prima. Maar veel aan de bal komen, maar dat geeft hij zelf aan. Het zijn ook wedstrijden dat je dan zo geïsoleerd staat en dat je zo weinig ballen krijgt. Als je dan een keer zo'n verdwaalde bal krijgt, ja, dan schrik je eigenlijk. Nee, nee. Maar tegen Twente moest hij bijna alleen maar achteruit lopen. Ja. Nou, daar vind ik hem geen speler voor. Dan heb ik hem liever dat hij centrale speelt en dat ze bij balbezit gelijk aan de bal kunnen krijgen. Maar goed, dat is nou eenmaal een keuze. Ze missen zelfs een Namli op het middenveld tegen Twente. Ja, vind ik wel als voetballer. Ja, toch? Ja, dat mag je niet zeggen. Nee joh. Nee, dat, ik denk dat wij, wat u net aangaf, het belangrijkste is dat er een goed balans in het team is. Tuurlijk. En dat wij als team zijn de resultaten halen. Kijk, ik kan bijvoorbeeld een goede wedstrijd gaan spelen, maar als we verliezen, dan heeft het geen zin. Dus dan maakt het niet uit hoe vaak ik aan de bal kom. Maar ja, ik ben ook een speler die heel graag aan de bal is. Je bent zelf voetballer. Hoe lang duurt dat eigenlijk, dat er een beetje afstemming is? Je hebt daarvoor de voorbereiding, gaandeweg de competitie. Je hebt daar wel even voor nodig, hè? Ook al sta je bijna elke dag met elkaar op het veld. Nou ja, wat ik zeg is, normaal gesproken dan begin je een voorbereiding. En dan begin je al eind juni. En dan heb je heel veel wedstrijden, 9 wedstrijden of 8 wedstrijden of 7 wedstrijden. Dan speel je eigenlijk met elkaar in de voorbereiding om juist die automatismes en juist die elkaar te leren kennen, om het zo maar te zeggen. En dat hebben wij niet gehad. Dus ja, wij beginnen daar net pas aan. En dan mag je gewoon blij zijn met een overwinning tegen Utrecht thuis in die fase. Want ik denk dat het vanaf hier alleen maar beter gaat worden. En hopelijk kunnen we dat al verder bouwen tegen Almere. We gaan even, want iedereen blij in Zwolle. Maar ik denk dat de trainer de meest blij is, Johnny Jansen. Ongelooflijk blij voor de club, voor onze supporters. Maar bovenal voor de spelersgroep. Die hebben het echt enorm verdiend. Die stoppen er elke week zoveel energie in om om fit te worden, om beter te worden. En dan is het heel mooi dat je nu 3 punten pakt. Je besloot voor deze wedstrijd om terug te schakelen naar het 4-3-3 systeem. Waarom deed je dat? Want eerder in de voorbereiding hadden de spelers toch wel de voorkeur uitgesproken voor het vorige systeem. Nou, dat gaf hun inderdaad houvast tegen Twente, was het met name. En Twente stond natuurlijk onbekend dat er heel veel, dieptes maken. Ook tussen de centrale verdedigers en de backs in, dat er heel veel dieptes worden gemaakt. Dus dan hebben we toen een extra man tussen gezet tegen Sparta. Heeft daar ook veel kwaliteit in, met veel lopers op het veld. Dan proberen we op die manier op te vangen. En wij vonden dat FC Utrecht dat ook minder had. Ja, met de groep over gesproken, dat wij als staf zijn en dit in onze gedachten hadden. En dat we dat toe willen passen. Dan gaan we de komende week op trainen. Ja, eigenlijk is dat met elkaar in een goed overleg gegaan, zou ik zeggen. Maar uiteindelijk is het zo dat we met elkaar daar ook een plan bij hebben. En dat past prima.
Ja, volgens mij kun je makkelijker overstappen van een 5-3-2 naar een 4-3-3. Dan andersom, toch, Jan? Ja, het heeft ook te maken met de opleiding van de spelers. De Nederlandse school is normaal gesproken met 4 achterop, dus het is wat makkelijker. Maar ja, het heeft ook met tegenstand. Spelen die met 3 spitsen, dat wordt ook alweer anders. Dus daarom zeg ik ook, dit is gewoon gekozen. Ja, dan zie je dat in één keer een nieuwe linkervleugelverdediger, die stond er in één keer op. Hè. Van Hintem was er niet bij. Sibora. Dus ja, nou ja, goed, die had wat met die terugspeelballen. Had jij dat nog... schrok jij ook niet? Hij had 2 schoten op doel. Ja, hè? Hij wilde helpen, of niet? Ja. Nee, hij denkt, Utrecht scoort nog niet, dan laat ik het zelf... Nee, joh. Maar je schrikt ervan. Ik denk, nou, dat moet niet te gek worden. Nee, maar dit systeem, kijk, het pakt nu goed uit. Het heeft met tegenstander te maken, heeft met je eigen vertrouwen te maken. En als je punten hebt, ja, dan wordt alles wat makkelijker. Dus ik denk dat ze hier toch normaal gesproken mee door lijken te gaan. Ja, jij bent ook wel voorstander van 4-3. Jij stond te juichen toen de trainer besprak van jongens, we gaan 4-3 spelen. Ja, ik ben zeker een voorstander van 4-3-3. Is dat makkelijker? Want 5-3-2 lijkt me zo'n lastig systeem ook. Om uit te leggen. Jij doet wel eens bij de amateurs, maar niet aan beginnen. Nou ja, ik denk beide systemen hebben zijn voordelen en nadelen. Maar als, ja, voor mij, ik ben daarmee opgeleid in Denemarken. Ik heb dat beter leren kennen in Nederland. Het is toch wel echt een Nederlands systeem, vind ik. Wat is het verschil, de 4-3 in Denemarken met de 4-3 in Nederland? Nou ja, er is hier in Nederland veel meer... ze hebben veel meer oog op detail. Dus opbouwen van achteruit. In Denemarken wordt er minder risico genomen. Dus ook speel 4-3-3. Als er een beetje druk wordt gezet, moet die bal zo snel mogelijk naar voren. Hier in Nederland wordt er gewoon van achteruit opgebouwd. En er wordt echt heel vaak mooi voetbal gespeeld. En dat, ik denk dat trekt elke liefhebber. Ja, want jij kent de trainer nog uit je Heerenveen-periode. Ja. Hoe was dat weerzien eigenlijk? Ja, leuk. Zoals ik hem ken. Ja, ik heb altijd goed band met Johnny gehad. Toen bij Heerenveen al. En vervolgens ook als we elkaar tegenkwamen. Hij zat nog een tijdje bij Heerenveen, dus we speelden nog een paar keer tegen elkaar toen ik naar Zwolle ging. Dus hetzelfde. Een persoon waar ik heel goed mee kan. Heel direct, heel eerlijk. En hij zit er bovenop, dat vind ik prettig. Speelt dat een rol voor je, welke trainer ergens zit? Heeft dat voor jou een rol gespeeld om voor PEC Zwolle te kiezen, de tweede periode? Dat speelt zeker een rol. Ik bedoel, ik moet toch wel ergens tussenpassen. Wat u net aangaf hiervoor was, je kan... Ik denk dat dat ook wel het verhaal is een beetje van Utrecht afgelopen wedstrijd. Want op papier hebben ze natuurlijk een heel goed ploeg. Maar je ziet als het niet loopt, dan kan je heel veel goede spelers op het veld hebben staan. Maar als ze niet in hun kracht komen, dan wordt het lastig. En voor mij is dat hetzelfde. Dus... voor mij is het zeker belangrijk om te weten hoe de trainer mij ziet. Op die manier toch wel moet ik daar ook wel vertrouwen in hebben als ik op mijn best moet kunnen presteren. Jan? Ja, nee, maar het vertrouwen het bepaalt eigenlijk alles. Dan ben je in vorm, dan heb je dat extra. Dat is gewoon zo. Nou goed, hij doet er misschien wat langer over. Dat hij weer bij een nieuwe ploeg de afstemming geeft al aan bijna... geen 90 minuten in de voorbereiding kunnen spelen, dan duurt het misschien wat langer. Maar aan de andere kant, ja, in de Eredivisie, je hebt gewoon heel weinig tijd. En laten we niet vergeten, jullie hadden wel een zwaar programma. Hè? Alle ploegen uit de play-offs kwamen, hè? De eerste 3. Ja. Dus ik denk dat ze heel blij zijn dat ze Utrecht, wat toch kwalitatief normaal gesproken, en ook aan het eind van de rit zullen die hoger staan. Want die gaan heus wel wat doen en die gaan zich heus verbeteren. Maar dit zijn wel hele geweldige punten die je binnenharkt zo. We gaan nog even naar Thomas Lam over de zege op Utrecht. We weten dat Utrecht natuurlijk ook hierheen komt met 0 punten en die spelen ook met de mes op de keel. Ik denk dat wij de eerste helft voetballende betere ploeg waren. De tweede helft kom je er niet heel goed meer uit. Wordt het meer een vechtwedstrijd en uiteindelijk krijg je die penalty dan en neem je hem eigenlijk met hak oversloot, trek je hem eroverheen. Groot compliment naar het team toe. Was het in dat opzicht een klein gelukje? Want het was een beetje een gevonden penalty. Het was niet eens een echte kans voor jullie. Nee, klopt. Maar wat ik eerder ook al zei, voetbalwedstrijden worden op details beslist uiteindelijk. Soms heb je van die wedstrijden die heel dicht bij elkaar liggen. En één goal is dan genoeg. En gelukkig waren wij er gelukkig vandaag met de penalty. En hielden we het achterin goed dicht. En eigenlijk weinig weggegeven vandaag. Dus dat was positief.
Ook wel misschien dit seizoen de kracht van PEC Zwolle dat jullie best wel heel veel eredivisie ervaring hebben. Want Lam is erbij gekomen, jij bent erbij gekomen naast heel veel talentvolle spelers. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat merk je ook bij ons toen we uit tegen Twente speelden. Dan merk je ook dat Twente ook in het begin is de helft ligt er dicht bij elkaar, we staan 1-1. Maar dan merk je ook in de tweede helft vooral dat daar lopen gewoon spelers die weten wat er gevraagd wordt. Dat is gewoon een heel ervaren team. En uiteindelijk is ervaring gewoon heel belangrijk in de voetballerij. Dus ik ben heel blij met bijvoorbeeld spelers zoals Thomas, Bram, Bart. Dat zijn toch wel spelers die ook in het dagelijks leven wat jullie niet zien of wat mensen van buiten niet zien. Op de training en dat soort dingen, dat in de kleedkamer. Dat zijn houden ze dan iedereen bij de les? Ja, iedereen die Bram van Polen kent, die weet wel dat hij, hij is niet op zijn mondje gevallen. Dus nee, dat doet hij zeker. Dat doet hij heel goed. En zo ken ik hem al jaren. Dus dat ook is heel goed belangrijk voor de sfeer, denk ik. Een type als Bram van Polen. Ja. Ja, zeker. En Thomas Lam. Hij heeft het over die wedstrijd tegen Twente. Maar Twente zocht nog buitenspelers. Snap je eigenlijk niet dat Twente geen lijntje naar hem heeft uitgegooid? Ja, maar... Want daar had hij namelijk ook goed kunnen renderen aan de buitenkant. Ja, nou ja, goed. En in de as ook nog. Ja, maar ja, goed. Ze maken keuzes. En hoe wil je spelen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? De trainers bepalen, de club bepaalt wat is de clubcultuur. Nou, daar zoek je wat voor snel. Kijk, ze hebben Tjerni gehad bijvoorbeeld. Ja. Nou, je kan hem niet vergelijken met Tjerni. Het type niet. Hij is een heel ander type voetballer. Hè? Meer aan de bal, vaardiger. Nou, met Twente ben je ook meer aan de bal. Ja, daar ben je ook meer aan de bal. Dus ja, dat zeg ik ook. Het is maar net, zoek je wat of zoek je niks. Voor de nummer 10 positie hebben ze bij Twente natuurlijk heel veel keuze. Ze daarvoor gekeken hebben. Maar hij zal ongetwijfeld op vele lijstjes gestaan hebben. Als hij fit is, ja, brengt hij gewoon wat extra's. En hij is natuurlijk ook relatief nog jong, hè? Ja, ja zeker. Oh. Wat denk je wat jouw trainer over jou gaat zeggen? Wat denk je? Nu? Ja, die gaat nu even wat roepen over je. Oh. Is hij complimenteus over je? Ik hoop het. Johnny Jansen over Namli. We hebben maandag Younes Namli bij ons te gast in de studio. Je werkt nu een aantal weken met hem. Wat voor indruk heeft hij op jou gemaakt? Nou, ik ken Younes eigenlijk vanuit mijn Heerenveen-periode. Dat hij kwam hij eigenlijk vanuit Kopenhagen bij Heerenveen als een jonge kerel. En die goed kon voetballen in die tijd. Maar wat ik merk is dat hij echt volwassen is geworden. Hij heeft had altijd wel een mening over voetballen. Maar dat ik vind dat hij dat heeft hij echt ontwikkeld. Het is wel een persoonlijkheid geworden. Wat moet hij nog verbeteren? Nou, ik denk dat Younes in de eindfase, dat Younes wil zo graag een beslissende paas geven of belangrijk zijn voor het elftal. En dat is een enorme kwaliteit, alleen hij mag daar soms wel een klein stapje in terug doen. En soms denken van, ik hou de bal iets langer in de ploeg of ik neem soms iets minder risico's. Alleen het risico nemen gaat uiteindelijk ook iets opleveren. Ja, als je geen risico's neemt, win je nooit de wedstrijd. Nee. Hey. Tuurlijk, nee, toch, maar dat moet hij ook in zijn spel houden. Is hij een beetje te vergelijken met hoe jij was als voetballer? Nou, ik was was buitenspeler, middenvelder. Ik was misschien wat feller. En dat is ook logisch. En met mijn lengte, en dat moet je ook compenseren. Hij is misschien wat vaardiger en is meer dan toch de middenvelder. Ik was meer de buitenspeler die dan ook nog een keer in actie kon. Maar nee, joh. Maar hij heeft geweldige kwaliteiten. Maar wat hij terecht aangeeft, voor dit soort spelers ga je normaal in vorm. Ga je naar het stadion. Nou, dat moet hij erin houden. Maar ik weet ook wel, en dat zal hij ook in de loop van de jaren wel geleerd hebben. Soms even balbezit, iets langer. En niet die eindpak. Nou, ja, hij zit al te knikken. Maar dat moet hij niet weghalen, want dan wordt hij een grijze muis. Moeten we niet hebben. Dit soort jongens moeten op de velden. Nou, die kunnen toch wedstrijden beslissen bij 0-0? Ja, natuurlijk, man. Gewoon doorgaan, lekker voetballen. Maar wat vind je van de reactie van de trainer? Nee, terecht. Dat weet ik ook zelf wel. Alleen, ik zeg altijd, als creatief speler, dan zie je soms dingen wat anderen niet begrijpen. Soms gaat dat heel goed. Ja. Soms gaat dat minder goed. Maar goed, uiteindelijk ben je creatief speler om iets te creëren voor het team. En dan ga je soms wat risico nemen. Maar ik had het net even over FC Twente. Vind je raar dat ik dat zeg? Dat jij heeft Twente niet naar jou gehengeld bijvoorbeeld? Nee, ik heb geen gesprek gehad met Twente of wat dan ook. Iedereen mag zijn mening hebben. Ik bedoel, daar zijn jullie de professionals voor. Ik kan alleen kijken naar de feiten en daarop anticiperen. Trouwens, was je verbaasd dat Maurice Stijn naar Ajax ging, je oud-trainer bij Sparta? Verbaasd, weet ik niet. Ja, misschien niet. Ik had wel verwacht dat er een grotere club voor hem zou komen.
Aangezien het resultaat van afgelopen seizoen, hoe goed dat ging. Dus ik ben vooral blij voor hem dat hij die stap heeft kunnen maken. En ik hoop dat hij het goed gaat doen. Ja, voor hetzelfde geld hadden jullie de play-offs ook nog geworden. Want Twente was op dat moment niet meer op zijn best. Nou, het scheelde niet veel inderdaad. Je bouwt natuurlijk op dat moment omdat je zo dichtbij zit. Maar achteraf gezien hebben we alsnog gewoon een fantastisch seizoen gehad. Even, ik heb nog wat vragen voor jou gekregen. Wie was de beste speler waar je ooit mee hebt gespeeld in je Zwolle periode? Dus je eerste en je tweede? Ik zou zeggen Ryan Thomas. Ja. Ja. Was hij maar weer fit, hè? Hoe ver is hij eigenlijk? Dat is een goede vraag. Dan moet je de medestaf van vragen. Maar, ik hoop dat hij heel snel terug is, want hij is een fantastische voetballer. Word jij daar ook nog beter zeker door? Weten, dat denk ik ook, weten. Hè Jan? Ja, natuurlijk. Ja, goede spelers, die voelen elkaar snel aan. Die hebben maar een halve blik nodig naar elkaar toe. Als je goed kan voetballen, dan heb je dat heel snel. Dus ik hoop dat hij snel terug gaat komen en dat hij ook wat langer dan heel zo blijft. Ja. En in je carrière? In mijn carrière? De beste speler waar ik mee heb gespeeld? Oeh. Dat is een lastige. Ik denk bij Krasnodar speelde ik met de zoon van Bamberto, die heet Wanderson. Ik denk dat hij wel daar in de buurt zit. Hij was een hele goede speler. Ja, over een paar jaar ga je nog een keer weer. Ja, je speelt nu eigenlijk al in het buitenland. Ja, ja je bent eigenlijk Deen. Maar wil je nog wel een keer weer een overstap maken naar Amerika? Heb je bijvoorbeeld gespeeld? Ja, dat zou ik zeker wel willen. Alleen met voetbal weet je nooit hoe het loopt. Misschien na dit seizoen denk ik van, ik vind het eigenlijk wel leuk hier in Nederland. Ik blijf nog even 2 jaar of een jaar. Ik ben een gevoelsmens, dus tot die tijd zien we wel. Ja, creatieve mensen zijn allemaal gevoelsmensen. Altijd, dat houden we ook zo. Ja, zeker. En succes tegen Almere, want dat zijn wedstrijden die je niet mag verliezen. Dat is waar, daar moeten we winnen. Dus hopelijk gaat dat ook gebeuren. Leuk dat je hier was. Kom een keer weer, zou ik zeggen. Ja, graag. Ja, lekker rustig. Ja, een beetje over voetbal praten in plaats van dat gedoe met onze eigen timen. Bedankt voor het kijken. Komende vrijdag zijn we er weer. Dan een nieuw decor, geloof ik, hè Jan? Ja, dan gaan we helemaal in het nieuw. En trouwens, volgende week vrijdag de afscheidswedstrijd van Wout Brama. Te zien bij ons live op TV Oost. Bedankt voor het kijken. Tot vrijdag.